Today. Voorbereidingen herstel aanmeersteiger Albina Saint-Laurent in volle gang. De aanmeersteiger Saint-Laurent-du-Maroni, die reeds enkele dagen gesloten is voor vrachtverkeer met een gewicht van meer dan 3.500 kilo, zal de komende week worden hersteld. Dat zegt Aysa Chonakon, aankomend manager infrastructure bij de NV Havenbeheer Suriname, nadat er de afgelopen dagen gesprekken zijn gevoerd tussen de NV Havenbeheer Suriname, de coördinator samenwerking Suriname-Frans-Guyana, de heer Ford, de aannemer, de heer Abilak, en de Fransen. Er werd schade aangericht aan de steiger door de motorboot La Gabrielle, die de veerverbinding tussen Suriname en Frans-Guyana onderhoudt. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.